Welkom bij het onderdeel Alleen Wonen. De les gaat vandaag over de zoektocht naar de woning en het contract. Eerst gaan we proberen onze wensen te bepalen en te kijken wat we nu eigenlijk zelf willen en waar dat we naar op zoek moeten gaan. Eens dat we dat weten, kan onze zoektocht van start gaan. We gaan kijken waar dat we best zoeken en hoe dat we de verkoper kunnen contacteren. We hebben het even over de verkoopsovereenkomst en waar dat we op moeten letten, en het huurcontract en de plaatsbeschrijving. En we geven enkele tips dat we zeker kunnen gebruiken bij het zoeken van onze nieuwe woning. Eerst gaan we proberen onze wensen te bepalen. We gaan onze voorwaarden oplijsten en kijken waar onze nieuwe woning zeker aan moet voldoen. Pas wel op, hoe kieskeuriger u bent, des te moeilijker zal het worden om een goede woning te vinden. In welke regio willen we verblijven? Welke faciliteiten moeten er in de buurt zijn? Hebben we misschien kinderen en moet er dicht in de buurt een school zijn? In welke staat moet de woning zich bevinden? Zijn we klaar om eventueel te gaan renoveren? Of moet deze instap klaar zijn? Allemaal vragen die we voor onszelf moeten bepalen. Eens we weten wat we willen en waar dat we naar op zoek moeten gaan, kan onze zoektocht beginnen. Indien we een koopwoning willen, moeten we bepalen welke prijs dat we daarvoor willen betalen. En natuurlijk ook welk budget dat we daarvoor over hebben. Hoeveel kunnen we gaan lenen? Kunnen we aan alle eisen voldoen om een hypothecaire lening aan te gaan? De prijs van een koopwoning wordt bepaald door verschillende factoren. Onder andere de grootte, het aantal kamers, de toestand van de woning, het ouderdom en de ligging. Alles speelt mee tot het bekomen van de prijs. Het is altijd een goed idee om een woning met dezelfde eigenschappen te vergelijken met een van de woningen in de buurt. En zo kan u bepalen wat de prijs schommelt in dezelfde regio. Want natuurlijk, een regio is een grote factor voor de prijs van een woning. Zo kost een huis in Brussel of in een stad vaak meer dan op het platteland. Nu, indien we toch liever gaan huren, moeten we toch rekening houden met een bepaald budget. We gaan ons baseren op onze uitgaven en inkomsten. We creëren daar een budget rond en hier gaat het blijken hoeveel dat we kunnen gaan uitgeven aan de huur van onze woning. De prijs, ook hier, bij een huurwoning is afhankelijk van verschillende eigenschappen. En deze zijn vaak in lijn met dezelfde als een koopwoning. Het is ook belangrijk dat u steeds vraagt naar mogelijke extra kosten bij een huurwoning, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Nu kan onze zoektocht echt beginnen. We kunnen kijken in kranten, op websites, online zoekertjes. We kunnen langsgaan bij een vastgoedmakelaar, een afspraak maken om eens te kijken naar een interessant pand. Het is ook altijd goed om andere mensen te laten weten dat u op zoek bent naar een nieuwe woning. Vaak zijn er kennissen die weten wie er een woning wilt verhuren of waar er een te koop staat. En dit kan zeker interessant zijn. Nu, stel dat we hebben een woning gevonden dat in lijn ligt met onze verwachtingen. En we gaan het kopen. Maar pas op, wanneer u een verkoopovereenkomst wilt tekenen. Het is zeer belangrijk dat u eerst een notaris of iemand met kennis van zaken contacteert voordat u een verkoopovereenkomst tekent. Laat het ook eerst altijd even nalezen. Teken zeker niet als u iets in het verkoopovereenkomst niet begrijpt. Wanneer u een woning koopt, gebeurt het vaak in twee fasen. Namelijk de eerste fase is het compromis en deze wordt ondertekend. Wanneer deze ondertekend is, wordt het contract omgezet in een notariële acte door de notaris van de verkoper. En deze moet ondertekend worden. Als deze twee fases zijn doorlopen, is de woning officieel van u. Opgelet. Vaak bij het ondertekenen van de compromis zal u een voorschot moeten betalen. Wees zeker als u dit ondertekent, dat u dit bedrag, en niet alleen dit bedrag, maar ook de volledige bedrag van de woning kan betalen. Blijkt achteraf dat u niet kan voldoen aan de eisen tot betaling, zal u een boete krijgen. Teken dus niet voor u zeker bent van zowel het contract als de mogelijkheid tot betaling.
Wanneer je gaat huren, zal je een huurcontract en plaatsbeschrijving moeten opmaken. Een huurcontract is een contract waar je rechten en plichten staan opgeschreven. Elk huurcontract moet 3 exemplaren bevatten van hetzelfde contract en ondertekend worden door zowel de huurder als de verhuurder. 1 contract is voor de huurder, 1 voor de verhuurder en een 3e voor het registratiekantoor. Kijk ook zeker wanneer je contract ondertekent wat de duur is van het huurcontract. Wanneer je het eventueel kan beëindigen en onder welke voorwaarden. Dit is belangrijk wanneer er eventueel iets onverwachts gebeurt of u moet om een onverwachte reden naar het buitenland dat u uw contract kan beëindigen. Deze voorwaarden zijn zeer belangrijk. Als je het niet begrijpt, niet ondertekenen. Vraag desnoods extra uitleg of laat iemand anders het nalezen. Vraag ook zeker welke kosten er extra bij komen kijken. Welke kosten zijn inbegrepen en zijn er eventueel gemeenschappelijke kosten waar je nog niets van af weet. Ook zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. De verhuurder is verplicht om de woning in goede staat af te leveren wanneer dat jij er gaat intrekken. Bespreek dit ook met de verhuurder. Voordat u de woning betreedt en uw huurcontract tekent, zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Hier wordt in detail alles opgeschreven en eventueel kleine gebreken genoteerd. Het is ook steeds goed om foto's te maken, zodat u daar achteraf nog op kan terugkomen. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt indien dat er op het einde van het contract schade is dat niet door ouderdom of door het gewone gebruik is, dan zal de verhuurder kunnen terugkomen op de plaatsbeschrijving en kunnen bewijzen dat dit door jou ondoen is. Indien er op het einde van het contract schade is op ouderdom of gewoon van te wonen, zal deze schade echter niet moeten vergoed worden door de huurder. Pas wel op en onderhoud uw huurwoning goed. Anders zal de huurder kunnen beroep doen op uw huurwaarborg. Dus de conclusie, wat hebben we vandaag geleerd over de zoektocht naar een woning en het contract? Eerst gaan we proberen onze eigen wensen te bepalen, zodat we zeker weten waar dat we naar op zoek gaan en wat we eigenlijk echt willen. Dan kan de zoektocht beginnen. Indien we een koopwoning of een huurwoning vinden, dan zullen we enerzijds een verkoopsovereenkomst moeten sluiten, ofwel een huurcontract en een plaatsbeschrijving. Het is belangrijk dat u altijd goed weet wat er in het contract staat en wat u ondertekent. Het is ook zeer interessant om als oefening eens een lijst te maken met de voorwaarden waar uw toekomstige woning moet aan voldoen. Zoek een woning die aan deze noden voldoet en vergelijk de prijs met andere woningen met dezelfde eigenschappen in een andere omgeving. Op deze manier zal u proberen te bepalen wat het prijsverschil is van regio tot regio. Dit geeft een beter beeld op de waarde van een bepaalde woning in een bepaalde regio. Bedankt voor het luisteren. Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, kan u daar steeds mee terecht op onze website educationroom.com. Het is ook altijd interessant om eens te kijken naar de veelgestelde vragen. Volgende les gaan we het hebben over verzekeringen, adreswijziging en belastingen. Tot dan!